Zo. Schuifdeur is eruit en dit is erin. Gaat goed. Een nieuw stoepje aangelegd. Hé, hey, dat is mooi. Een nieuwe stoepje aangelegd hier. Handig. Ja, dat mag zoveel niet. Dat is toch mooi. En mensen, dit is de hoogste punt. Toch? Van de ingang. 22 meter en half hoog? Zoiets. En ik zal het nog even opzoeken en dan schrijf ik het wel even hieronder. Bij de video. Mooi met die wolken boven. Wauw. En ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar hier binnen, daar komt een liftschacht. Ik zal even inzoomen. Hartstikke idee. Daar komt dus een lift. Knuffeltje op die kraan. En dan een mooi hondenknuffeltje op de kraan, ook leuk. Helemaal geweldig, helemaal leuk. Ga ik weer rustig uitzoomen voor jullie. En we lekker verder lopen. En dan moet ik even wachten tot we zometeen weer een hoop... Ja, nou ja, jammer dan. Het is openbaar terrein, dus dat scheelt weer. Zo, dit is dus de hoofdingang. Dit is ook weer een ingang. Waar dus nog geen schuifdeur of draaideur in zit. Nope. Maar het wordt wel een heel nasty fijn, echt waar. Nasty, wauw. Kikken. Nou, dit wordt dus de ondergronds parkeergarage. Hier kunnen dan zometeen twee auto's langs voor niveau 1 en niveau 2. Volgens mij wordt dit dan hier niveau 1. En dit hier wordt een niveau 2. Als ik het zo goed begreep op de foto's. En dan wordt dit hier dan weer de uitgang. Yep. Ik zal de foto's even erbij voegen. Wat dit dan? Een hek. Een hekwerk of zo, ja. Ik denk er voor de boven zo. Ja, voor de trap. Trap? Ja, dat kan ook. Maar welke trap? Maar oké, het zal wel. Nee, ik zal maar even. Nee, ik zal maar even geen grapjes uithalen, want hier hangt de camera. En daar, hier. Zal ik ze even allebei mooi even in beeld brengen? Oh. Daar heb je camera. En daar heb je camera. Dus je wordt alles mooi in beeld gebracht als je naar binnen wil. Dus ook nu, want heid dat ze werken.
Wat denk je zelf? Dat ik nou ga oversteken met de koekoek? Deze blokje daar, deze hele gebouw, dat donkerbruine gebouw, dat was dus vroeger de V&D. Nou, daar zie je dus eigenlijk helemaal niks meer van. Kom je weer aan deze kant? En ik denk dat hier gewoon weer de McDonald's komt. En deze doen het ook alweer bijna. Ja, lekkere bouwketen hier, handig. Welkom, nou dankjewel. Weet je welkom. Oh ja, ik mag hier oversteken, maar dat klopt nou niet helemaal dit. Neem me lief, dit is een fietspad. En heb je hier dat, hoe willen ze dit gaan doen dan? Oké, ja, is heel handig, Nat. Tjoe, jongen, nog aan toe. Dank u wel. Wat gaat er fout? Wat gaat er fout? Gelukkig heb je geen sokken aan, anders was je nog eraf gereden. Nou, en dit is dus de expeditie voor de Jumbo en de Mediamarkt. Heb ik die er ook eens keer op? Yay! Mooi, ik heb jullie er niet op hoor. Jullie staan zo ver weg. Maar dan kom je denk ik helemaal daaruit, bij die nooduitgang. De nooduitgang? Ja. Ja. Dat denk ik dan wel. Dat denk ik dan wel, want als je zo gaat kijken, het is dan bij... Even zo meteen in de gaten houden, want dat is dus de Laplace restaurant. Ja. Dus haakjes. Dus als je zo gaat doorlopen. Nee, de brood. Nee, want allemaal de brood dat zit nog verder die kant op, denk ik. Die kant. Ja, dat lijkt me handig. Dus dit is een nooduitgang. Nou, gaan we even kijken hoe en wat. Dus komt helemaal goed. Het is ook al wel weer handig om te weten. En deze oorbel is nog niet doof gevoel, maar deze nog steeds. Dat is irritant. Ja, dat is helemaal niet leuk. Nee. Nee, en ik loop gewoon lekker in mijn topje. En Rodi loopt in zijn t-shirt, in zijn blouseje en in zijn jas. Mwah. En nog geen BH aan hoor. Nee, dat scheelt weer. Helemaal waar. Ja, echt hè. Koud voor jou. En kapstok. Nee, precies. Nou, dit is dus even een bovenkant. Bliksemaflader. Denk ik zo. Voor de mensen die het nog niet wisten, dit is dus het dak van het hele winkelcentrum. Nou ja, niet van het hele winkelcentrum, maar dit is dus boven de Jumbo. Helemaal bovenop.
Daar is hier Rudrik bezig. Yep.